Hey, hallo! Leuk dat je weer kijkt naar ons wekelijkse overzicht van het belangrijkste game nieuws. Deze week een crowdfundingcampagne die alle verwachtingen overtreft heeft, PS4-cijfers, nieuws over Alex Hunter en een nieuwe patch voor Fallout 4. Maar we beginnen met een heuse deadline. Rockstar kondigt aan dat het je laatste kans is om je Grand Theft Auto Online personage van de PlayStation 3 of Xbox 360 over te zetten naar de PC, PlayStation 4 en Xbox One. Wegens technische redenen ligt de deadline voor de overzetting op 6 maart. Tot begin volgende maand kun je al je vooruitgang op de vorige generatie consoles dus nog overzetten. Daarna is het niet meer mogelijk om personages over te zetten. Sooner or later. We all have to wake up. De crowdfundingcampagne voor Pillars of Eternity 2, Deadfire, heeft binnen 24 uur zijn doel van $1,1 miljoen gehaald op Fig. Ontwikkelaar Obsidian heeft laten weten dat de studio alle extra inkomsten gebruikt om meer features toe te voegen. Pillars of Eternity 2 speelt zich direct af na de gebeurtenissen van de eerste game. In Deadfire is de god Eothas uit de dood opgestaan en heeft hij bezit genomen van het enorme standbeeld in Caed Nua. Het doel van de game is om Eothas op te sporen. Pillars of Eternity 2 lanceert op de PC, Mac en Linux. De game heeft nog geen release datum. This wasn't the world I wanted, but it was the one I found myself in. Ontwikkelaar Bethesda laat weten dat Fallout 4 PlayStation 4 Pro ondersteuning gaat krijgen. Ook komt er een texture pack die de graphics van de PC-versie verbetert. Dankzij update 1.9 voor de PlayStation 4 Pro draait de game in een native resolutie van 1440p. De patch zorgt onder andere voor betere lichteffecten en god rays. Daarnaast wordt de draw distance voor bomen, gras, objecten en NPC's groter. Verder komen er nieuwe features voor modcontent. Bethesda onthult binnenkort om welke nieuwe features het gaat. Update 1.9 lanceert volgende week voor de PC, PlayStation 4 en Xbox One. I haven't seen a kid coming out of the exit trials generate this much interest in years. FIFA 18 bevat een tweede seizoen van FIFA The Journey. Dat maakt Electronic Arts baas Andrew Wilson bekend. The Journey is een verhaalmodus waarin je als de beginnende professionele voetballer Alex Hunter speelt. Aan het einde van het eerste seizoen winnen Hunter en zijn team de Britse FA Cup en krijgt Hunter de kans om voor het Engelse nationale team te spelen. Volgens Electronic Arts introduceert het tweede seizoen van The Journey nieuwe personages en nieuwe verhaallijnen. Het is nog niet bekend of Hunter terugkeert als speelbaar personage. Sony maakt bekend dat het bedrijf in het afgelopen kwartaal 9,7 miljoen PlayStation 4 consoles heeft verkocht. Sony realiseert daarmee zijn beste verkoopcijfers tot nu toe. In vergelijking met dezelfde periode in 2015 ging de verkoop van de PlayStation 4 er met 15% op vooruit. In totaal is de console intussen 57 miljoen keer verkocht. Deze cijfers omvatten zowel de verkoop van de PlayStation 4 als die van de PlayStation 4 Pro. En dat waren ze dan alweer. Ga jij de verhaalmodus induiken in FIFA 18? Heb jij ook bijgedragen aan de crowdfunding voor Pillars of Eternity 2? En ben jij nu al gauw je GTA Online personage aan het overzetten? Laat het ons weten in de comments. Als je deze video leuk vond, druk dan gauw even op die like-knop en subscribe op ons kanaal. Tot volgende week!